Wednesday? Yeah. So they talk about Thursday. Okay. Wednesday they talk about Thursday, what they're gonna do. Okay. You, or the community, for example, homelessness, or drug abuse, or early pregnancy, or sexually transmitted diseases, things of that nature. Okay. You have any gaten gepraat? Aye, I know what he said. Maar hij zegt dus, er zijn dus drie verschillende soorten startendag, eigenlijk de hoofdstartendag, zeg maar, de manieren hoe je het doet. Ze zegt van, nou ja, het gaat er dus om, de eerste vorm van eigenlijk is, dat jullie iets hebben of iemand vinden wat jullie belangrijk vinden. Dat gaat dus over sociaal iets, het gaat dus over daklozen of drugsgebruik. Even een voorbeeld van Michel geven. Michel is bijvoorbeeld nu bezig om te kijken of hij binnenkort iemand van het, een ex-drugsverslaafde binnen onze school te krijgen. Met de leerkracht. Mensen uitnodigen die jullie interesseren en wat jullie belangrijk vinden, waar jullie meer over willen weten. Dat is dus de eerste eigenlijk, dus mensen uitnodigen. Of naar een bedrijf toe gaan, zoals naar Bosman bijvoorbeeld. Wat we gedaan hebben, opleiding dan. Oké. A second type of pick-me-up that is my favorite is that each of you here is an expert or has a talent or you are knowledgeable about something. And it's about doing a pick-me-up that is run by either one or several of you together, sharing whatever that might be. And we actually have a great example happening of somebody that's doing that now. And I'm gonna finish this thing, you know, about the history of Holland or whatever it might be. Also about one major? Oh, sure. Okay. It could be about anything that you decide as a group, but then turn it in turns, and if they don't get the right answer, then the next team can try. Ze heeft zelf heel erg leuk, maar ze werd een beetje van de rest van de groep. Ze heeft net een stukje gered. Ja, dat is. Aha. Position, defense or offense? Ja, lekker gesteld. Offense? What is it? Yeah, no, not defense, but... Midfence? No. Midfield? In front? In the front? Yeah. Goal, goalie. No, in the not the goalie. In the and then the goal in the front of the field. Okay. Swimming. And drawing. And drawing too. Wow. Schilderen met muziek. What? Painting on music. Yeah. Taking a bath. Oh, wow. that's a difficult one. The one is drawing, and the second is water polo. Oh yeah! Yeah. Yeah. In the water, swimming in the water with a polo. Yeah. Socializing. Socializing with friends. Hanging out with friends. Yeah. Okay. Irene. Horse riding. Oh. And nice. Taken. Yeah. Then drawing. Yeah, I got thrown from a horse really good once. Just laid me right down. Okay. Yeah. So from what I heard, there's a lot. Looking at her, we got 25 to life, but somehow
It's fabulous. Oh, wow. Probably next week. Any professional training in... Voor mij, of jij danslessen volgt of je getraind bent door iemand... Of hoe